Nou, maar Richard, als de Belastingdienst het niet uh, zint bij wijze van spreken uh, passen ze de wet aan. Hoe, hoe werkt dat op dat invorderingsterrein? Nou ja, wat je natuurlijk op zich eerst ziet is de wijziging van artikel 17 invorderingswet. Maar als ik dan vervolgens kijk wat daar in, de, in het parlement over gezegd wordt, nou eigenlijk helemaal niks. Maar ik moet nu als advocaat, namens mijn cliënt, eerst de stap zetten, terwijl en de kosten maken en de kosten maken. Dat klopt. Goeie onder de slechte moet ik het zo zien? Er zijn echt wel een aantal par parlementariërs die weten hoe het werkt, maar uiteindelijk puntje bij paaltje komt het er gewoon door en dan. Goed, dat ken jij natuurlijk op een gegeven moment ook. Dan komt het op de derde dinsdag, uh, of dan is Prinsjesdag, komt het uh, in de stukken. En op 1 januari is het er alweer door. Ja, ja hoe heb je dan een parlementaire ja. goed ja. debat gehad met elkaar? Toen had ik al tegen iemand gezegd van het ministerie. Ja, hoe, wat maakt nu dat jullie dat zouden kunnen beslissen? Ja, gaf de Hoge Raad me gelijk in. Nou ja, mij gelijk in, maar iedereen gelijk ja, 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 ja. in. En vervolgens zie je een wetswijziging. Ja, dan passen we hem aan. Ja, dan passen we het toch gewoon aan. Ja, dus ergens zou je Prinsjesdag het hele jaar moeten hebben. Laten we nou zorgen voor een goede belastingwetgeving... Die stabiel is en die ook, eh, dat je de meerdere begrippen bij dezelfde wet kunt hanteren en dat duidelijk is, zo duidelijk mogelijk, niet, niet te duidelijk, anders hebben wij niks te doen. Maar ja, dat, je, dat je daarmee even verder ja Als dat maar ook in ieder geval geregeld is, dat de rechtsbescherming van de belastingplichtige, zeker de belastingschuldige, goed geregeld is. Ja, het draait om de burger.